Welkom op Jachthaven Piet Hein. Ik ben Maxine en ik laat jullie vandaag een aantal leuke highlights zien van de Loosdrechtse plassen. De mooiste manier om de Loosdrechtse plassen te ontdekken doe je natuurlijk vanaf het water. Dus ik heb deze mooie boot geregeld. Kom mee, dan laat ik jullie alles zien. Wat Loosdrecht zo uniek maakt is dat het relatief kleinschalig is en toch talloze opties heeft voor een heerlijke dag op het water. Ik neem jullie zo meteen mee naar een van de eilanden. Want we hebben hier 5 openbare eilanden waar je gewoon kan aanleggen om heerlijk te barbecuen, zwemmen en je mag er zelfs overnachten. Nou, er zijn dus een aantal eilanden die een strandje hebben aangelegd. Dat is echt ideaal als je met kinderen op pad bent. Dit is het eiland De Meent op de 5e plas. En naast dat ze een leuk strandje hebben voor de spelende kinderen, waar ze veilig terecht kunnen, is het ook het enige eiland met een kiosk. Ideaal voor koude drankjes, verse frietjes en lekkere ijsjes. Tijdens het varen is het ontzettend leuk om op ontdekkingstocht te gaan. Gewoon lekker overal tussendoor en achterlangs varen en dan ontdek je de mooie verscholen vaarweggetjes. Maar let op dat je niet een bord tegenkomt waarop staat privéterrein of niet toegankelijk voor motorvaart, want dan mag je er even niet in. We zijn dus nu in de Kalverstraat en dit is een van mijn favoriete routes. Je ziet de prachtige natuur, hele mooie authentieke vakantiehuizen en het heet zo omdat dit de duurste plek is op Loosdrecht om te kunnen wonen. Nou, wat ook een erg leuke belevenis is, is een tocht over de Vecht. En om daar te komen vanaf de Loosdrechtse plassen, gaan we zo meteen door de grote Mijnense sluis. Als je ziet is het hier best wel druk. Het is altijd een beetje passen en meten hoeveel boten er hierin kunnen. Ik kan er nog net bij, een beetje opschuiven. Nou, eenmaal op de Vecht heb je de keuze uit 2 verschillende routes. Je kan die kant op gaan en dan ga je via Loenen aan de Vecht, Vreeland, Nederhorst en Berg weer terug naar Loosdrecht. Dat heet de noordelijke route. Maar wij gaan even een stukje naar het zuiden, richting Nieuwesluis en Breukelen. En deze route staat vooral bekend om de hele mooie herenhuizen die nog stammen uit de tijd van de VOC en de Gouden Eeuw. En we zijn momenteel dus bij de Weersluis in Breukelen. En om terug te komen bij Loosdrecht moeten we hier zo meteen doorheen. En het gaat er iets anders aan toe dan bij de grote sluis waar we net waren. Want deze moeten we gewoon zelf bedienen. En dat kan nog wel eens een uitdaging zijn. Je komt dus onderweg allemaal van dit soort leuke bruggetjes tegen die nog gewoon handbediend worden. Ik hou ervan om heerlijk huizen te kijken. En hier langs de 3e en de 4e plas zijn de mooiste, grootste villa's van Loosdrecht. En als je goed kijkt, spot je misschien wel een BN'er. Nou, het is alweer bijna tijd om de boot in te leveren. Maar om de dag nog even lekker af te sluiten, trakteer ik mezelf op een lekker drankje in de zon. En dat doe ik het liefst hier bij Restaurant Kompas in hun lounge area. Natuurlijk was dit maar een kleine greep van alle leuke tips uit de omgeving. Maar wij helpen jullie graag met het uitstippelen van de leukste route. Proost!